Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Groveco, InnoCare, Joens en Vitamines per Post. Dit is Medical Travel met vandaag een bezoek aan de tandenkliniek in Amsterdam van Annemie Gobbink. We komen alles te weten over een nieuwe manier van wassen zonder water. We zijn erbij als Aniek haar spiksplinter nieuwe matras gaat uitproberen. En bij Joens weten ze alles over het vervoeren van dolfijnen. People, passion, performance. Dat is de slogan van Joens Healthcare. En zij ontwikkelen innovatieve producten en diensten in de gezondheidszorg. Nou, volgens mij moet ik hier zijn. Ik ga een nieuw systeem uittesten om zeer comfortabel te kunnen liggen. De bedoeling is dat je in dit systeem helemaal wegzakt. Het is gemaakt eigenlijk op basis van het leger uit Amerika. Die hebben daar heel veel ontwikkeling en geld in gestopt. En die hebben een mat gemaakt om dolfijnen in leven te houden die eigenlijk mijnen gingen opsporen in het Verre Oosten. Dolfijnen, oké. Dolfijnen. En die dolfijnen die hadden problemen met hun met doorliggen in feite tijdens het transport naar het Verre Oosten. Nou, en op basis daarvan hebben ze dus een systeem ontwikkeld, omdat ze het idee hadden dat moet dus ook goed zijn voor patiënten. Maar dat ligt echt goed. Het is een volledig computergestuurd systeem. Hij beweegt nu ook, of niet? Hij beweegt nog steeds. Ja. Hij zorgt ervoor dat jij optimale drukondersteuning hebt. En zorgt ervoor dat als er een wond zit, dat hij weer geneest. En normaal gesproken bij doorliggen, dan moet je iemand heel veel op zijn zij liggen. En je hebt problemen met pijn en comfort. Ja. En door middel van dit systeem kunnen we de lichtduur in de ziekenhuizen verkorten. En ook de kwaliteit van leven van die patiënt verhogen. En ja, wij hebben er heel veel ideeën in om dat ook verder uit te rollen richting ziekenkostenverzekeraars voor dwarslesiepatiënten thuis. Het systeem is helemaal computergestuurd en is in te stellen exact aan de behoeften van de gebruiker. De ultieme drukverdeling die wordt hier aangegeven. Als die groen is, dan is die optimaal. Maar als je ziet, als je alleen je hoofd al omhoog doet, dan verandert die. Alles is erop gericht het comfort voor de patiënt te verhogen en optimale drukondersteuning te geven. We hebben nog een ander product wat ook innovatief is en wat ook bedoeld is voor een grote doelgroep in verpleeghuizen en bij mensen thuis. Die niet in staat zijn om zelf te kunnen douchen of ook graag wel gedoucht willen worden, maar in bed liggen. Dit is eigenlijk een hartstikke fijne oplossing voor mensen die te zwak, te beroerd zijn om naar een douche te kunnen gaan. In de badkamer van de instelling, verpleeghuis, verzorgingshuis of hospice, wordt in de badkamer de schoonwaterreservoir gevuld. De temperatuur wordt ingesteld. En die hele trolley kan zo naar het bed gereden worden. Eigenlijk een fluitje van de cent. Er kan 23 liter water in. Zo. En dat is meer dan voldoende om van top tot teen te douchen, lekker haar te kunnen wassen. Vandaag heeft Jacqueline een afspraak in Amsterdam bij de tandenkliniek. Ze wil heel graag iets aan haar gebit laten veranderen. Ik ben niet tevreden over mijn tanden, want ik vind ze zelf eigenlijk iets te klein. En ik heb het idee dat er te veel ruimte zit tussen mijn tanden. Allereerst is er een uitvoerig gesprek met Jacqueline om exact te weten wat ze wil. Daarna wordt begonnen met een uitgebreid onderzoek in haar mond. Als een patiënt binnenkomt met een specifieke vraag, dan gaan we eerst grondig onderzoek doen. Om te kijken of er bijvoorbeeld ontstekingen zijn, of er tanden zijn afgebroken of afgesleten. En belangrijk is ook om te kijken naar de verhouding tussen de bovenkaak en de onderkaak en hoe dat functioneert. De gegevens en de röntgenfoto's worden goed bestudeerd om vervolgens de aandacht te richten op de esthetiek van het gebit. Dan gaan we foto's maken om goed te analyseren hoe het gebit er nu uitziet. Op basis van die foto's, dat zijn portretten en close-ups, wordt een ontwerpje gemaakt. Dat ontwerp passen we in de mond. Dat is een hele korte behandeling. Maar dat maakt heel mooi zichtbaar hoe het eindresultaat kan gaan worden. Daar maken we ook weer foto's van. En door de beginfoto's en de eindfoto's naast elkaar te hebben, zie je heel mooi het verschil. En kan de patiënt goed beoordelen of hij de behandeling wel of niet zou willen. Het resultaat wordt met Jacqueline besproken. Dat was een complete portret aan foto's. Die heeft ze mij ook toegemaild. Heb ik thuis even kunnen bekijken, ook na een paar dagen. Om te kijken van, goh, wat vind ik er nou eigenlijk van? En dat is voor mij wel een reden geweest van, nou, ik weet waar ik aan toe ben als ik dit dus ga doen.
En uiteindelijk is er een behandelplan geschreven. Er wordt dus minimaal voor met tanden afgeslepen. En dat is voor mij de reden om te zeggen, oké, nou, dit wil ik wel gaan doen. We gaan in totaal 8 facings bij jou maken. Wat we hebben besproken is dat er zo min mogelijk tot niet wordt geslepen aan jouw tanden. De bedoeling is om zo min mogelijk van de eigen tanden af te slijpen. Dit is mogelijk door gebruik van geavanceerde technieken waarbij porseleinen schildjes, facings, worden gebruikt die flinterdun zijn. Dit is een hele mooie techniek, maar zolang die schildjes niet vastzitten in de mond, zijn ze erg kwetsbaar. Daarom moet er heel precies worden gewerkt. En om zo secuur te werken, worden in de tandenkliniek alle behandelingen onder de microscoop uitgevoerd. Deze kan tot 30 maal vergroten en hierdoor is het resultaat zeer nauwkeurig. Als de facings in de mond zijn gepast, worden ze per tand vastgelijmd. En als ze eenmaal vastzitten, zijn ze zo sterk als de natuurlijke tand. Het resultaat mag er zijn en zal jaren meegaan. Wauw! Het is nog mooier dan wat ik had verwacht. Als ik eerlijk mag zijn, ik had niet verwacht dat het zo natuurlijk aan zou gaan voelen. Ik ben er ook direct aan gewend. Het is glad en vooral ook mooi, ik ben tevreden. En het resultaat mag gezien worden, toch? Vandaag volgen we Walter. Hij was degene die op een idee kwam waarvan je later denkt, ach, hoe simpel kan het zijn? Maar zoals meestal het geval is, een goed idee is simpel. Je komt met de cliënt in de badkamer. Je opent de deur van het bad. Je brengt het bad op hoogte, zodat de cliënt er zittend in plaats kan nemen. Bijvoorbeeld zo. En de cliënt zit in het bad met een beetje hulp. Je doet de deur dicht. Zonder de ervaring en de deskundigheid van de werkvloer van zorginstellingen kun je zo'n bad niet ontwerpen. En het is voor een belangrijke doelgroep cliënten die echt goede zorghulpmiddelen nodig hebben. Om erachter te komen of het in de praktijk ook goed functioneert, vragen we Marloes naar haar mening. Nou, ik neem een bewoner mee hierheen, naar de badkamer. Die kleed ik uit. Die zet ik op de rand van het bad. En die kan ik met een beetje hulp het bad indraaien. Dan sluit ik de deur. Dan doe ik de hendel naar beneden en dan vergrendelt die. En dan kan het bad aan. Normaal gesproken, als je een bad hebt zonder deur waar mensen zelf zelfstandig in kunnen stappen, hebben wij een tillift met een mat waar mensen in hangen. Dus ook mensen die nog kunnen lopen, moeten in zo'n lift, want anders kunnen ze niet in het bad. En nu met dit deurtje is het gewoon ideaal. Mensen kunnen zelf in en uitstappen. De bewoners reageren enthousiast. Ze zijn, nadat ze in bad zijn geweest, ontspannen. Ze vertellen ook dat het een ontspannen ervaring is en je ziet ze ook gewoon genieten. En dat is ook genieten voor ons. Zoals ik dus al zei, een goed idee is simpel en daar kunnen heel veel mensen plezier van hebben. Stepler is al meer dan een eeuw actief in de gezondheidsbranche. Ze leveren dus producten en diensten eraan, zo ook in dit verzorgingstehuis. Ik ben hier om een nieuwe manier van wassen te ontdekken. Wassen zonder water. Onze productspecialist Cocoon. Hallo Elise. Hoi. En zij kan je alles vertellen over het concept verzorgend wassen. Verzorgend wassen? Nou, ik ben benieuwd. Het wordt grotendeels in de ziekenhuis gebruikt, met name op de intensive cares. Maar grotendeels wordt het gebruikt in verpleeghuizen. Ik zou wel eens willen zien hoe dit gebruikt wordt. Oké. Tadaa, kijk eens aan. Goeiedag. Hallo. Sandra gaat je nu uitleggen hoe het werkt. Nou, top, dankjewel. Het bakje hebben we al opgewarmd in de magnetron. Het komt uit de magnetron, ja. Het is lekker warm. En daarom had ik het ook ondertussen. Lekker warm. Er staat achterop beschreven hoe het werkt, maar de mensen hier weten gewoon natuurlijk hoe ze iemand moeten wassen. Dus dat werkt. Ja. Mevrouw, oké, even beginnen bij uw arm. Hè? Ja. En hier zit dan al een emulsie of er zit al zeep? Ja. En, dit is eigenlijk... Mag ik eens ruiken? Jazeker. Oké, hier zit alles in verzorging en gewoon zoals je normaal doet. Oké, inderdaad, heel zacht. Nou, mevrouw, daar kom ik. Ja? Dus even uw armen wassen. Ja, het voelt inderdaad ook. Het
Heel soepel gaat het, ja. Zijdezacht gaat het. Hoe voelt het voor u? Ja, lekker zijdezacht. Ja. Lekker. Hoe zijn de ervaringen? Erg goed. Ja? Erg goed, ja. De bewoners hier binnen Lavrov die kunnen zelf kiezen voor wat ze willen. Dus dat betekent ook dat er ook nog wel gewoon gewassen wordt als ze dat echt willen en gewoon douchen. Mm-hmm. Maar het is voor heel veel mensen die vinden het echt niet prettig dat ze de hele tijd worden aangeraakt met wassen, het afdrogen wat erbij komt. Dat is nu niet meer nodig, dus wat dat betreft geeft het veel meer rust. Dus dat geeft rust. En ja. bij het toepassend personeel, hoe gaan die ermee om? Die moesten eraan wennen. Ja? Ja, maar die hebben toch het traditionele, je was met zeep, je was iemand afdrogen, ja. Anders ben je niet droog. En dus die moesten er eigenlijk meer aan wennen als de bewoner op zich. Wat grappig. Ja, ja, ja. En hebt u zelf ook gevoeld hoe het werkt? Ja, ik heb het ook uitgeprobeerd omdat ik zoiets had van volgens mij gaat het niet werken. Ja. Maar dat is ook het wennen, maar ook zelf uitgeprobeerd en het werkt erg goed. Maar, dan stel ik toch even een gewetensvraag. Mm-hmm. Als u nou mag kiezen tussen de traditionele manier met water en zeep of de manier waarop er nu gewerkt wordt, wat kiest u dan? Ja, als ik verzorgd zou moeten worden zou ik kiezen toch voor de nieuwe manier. Ja? En niet voor water en zeep, omdat het veel minder handelingen is. En ik hou er ook niet van dat iedereen maar allemaal zit en zo. Nee. En het drogen erbij. Dus dit gaat gewoon snel en goed. En prima. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de tandenkliniek.com. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de tandenkliniek.com. Welkom terug bij Medical Travel. In dit tweede deel volgen we de dames van Avar. Gaan we kijken wat een goede stoel voor je rug kan betekenen. Volgen we Aniek, die ons haar supermooie matras laat zien. En gaan we nog even snel door Amsterdam met de kids. Nu eerst naar iemand die alles weet van schoonmaken. Waarom maken we eigenlijk schoon? Nou, wij maken schoon omdat we graag een schoon huis of een schoon gebouw willen hebben. En we willen natuurlijk niet verzanden in stoffige en vieze stinkende benden. Toch wel milieuvriendelijk? Je ziet dat de wereld aan het veranderen is. En gaan we steeds meer naar producten toe gaan die zowel een hele goede reinigingswaarde hebben, hè, als een zo min mogelijke belasting voor het milieu heeft. Om een voorbeeld te geven, in conventionele reinigingsproducten kun je bijvoorbeeld ethanol tegenkomen. Dat zal je in dit soort reinigingsproducten nooit vinden. Maar dat is wel een product, een ethanol, waardoor mensen bijvoorbeeld ruwere handen krijgen of misschien last van een product krijgen of irritatie. De vuil die wij storend ervaren zijn vaak de vuilen die te maken hebben met vetten, koolhydraten en eiwitten. Als je gaat plassen bijvoorbeeld en je plast naast de pot, dan het vocht uit je plast verdampt, maar de eiwitten en de vetten blijven achter. En eigenlijk gaan die eiwitten gaan rotten en stinken. En dat is wat je op scholen bijvoorbeeld in die toiletten, heel herkenbaar voor de meeste mensen wel, ruikt. Denk je, die toiletten zijn niet schoongemaakt. Deze producten hebben bijvoorbeeld microbacteriën in het flesje zitten. En die microbacteriën, die, zodra je dus water en lucht erbij komt, hetgeen je doet op het moment dat je natuurlijk gaat mengen met water om schoon te maken, die breng je eigenlijk aan met het reinigen van de vloer of wat je dan maar reinigt. Hè. Wat doen die microbacteriën? Die hebben maar één doel, dat is vetten en eiwitten opeten. Daar leven ze van. Dus die gaan eigenlijk als het ware als kleine beestjes, dat zijn enzymen, hè, die gaan het vuil weg eten, de eiwitten en de koolhydraten en de vetten. Dat zijn precies de probleemmakers, degene die dus geur of stank veroorzaken. Dit is Aniek. Door een probleem in haar jeugd is ze voor altijd afhankelijk van haar rolstoel. Aniek is gek op dieren en haar vader is haar grootste vriend. Aniek heeft een HAE-syndroom en dat heeft te maken met een epileptische aanval die ze vroeger heeft gehad. 'S Avonds, als Aniek gaat slapen, is het dan ook haar vader die haar naar bed brengt. Zo leggen we haar 's avonds erin en als wij dan zelf naar bed gaan, dan draaien we haar op de zij. Aniek op bed leggen is een vak apart.
Nou, heel vaak wordt er het laatste pas naar de nacht gekeken. Overdag wordt wel goed ondersteuning gegeven om activiteiten te kunnen doen. Maar heel veel problematieken ontstaan juist in de nacht. Je kunt ook zien dat dit lang is en dit kort, dus dit gaat helemaal een beetje in elkaar. En op het moment dat je dan zonder steun ligt, lig je eigenlijk heel asymmetrisch. Dat is niet goed. Sinds kort heeft Aniek een heel speciaal matras gekregen. Het werkt met diverse steunen die Aniek precies op de juiste plek in bed houden. Het is niet alleen om te slapen, het is ook om, een beetje recht te blijven. Nou, dat vond ze heerlijk. En dat ziet ze dan zelf ook van, oh, ik lig recht in bed. Dat voelt natuurlijk minder gehandicapt als dat je toch krom in bed ligt. Zonder het systeem kan ik niet goed liggen. De combinatie van het matras, de steunen en de kussens maken het dat je een compleet pakket hebt om het lichaam goed te ondersteunen in verschillende houdingen. Weet je het nog? Toen je voor de eerste keer in dat systeem lag? Heel fijn. Ja, ja. Hè? En? Heel fijn. En je wou het? Nooit meer kwijt. Nee. Ze zeggen, ik ben gewoon uitgerust. Nou, dat was prachtig. Dat was heel leuk om te zien. Er zat echt een smile op het gezicht zo van, heerlijk, ik wil dit nooit meer kwijt. Nou, Aniek, welterusten en slaap lekker. Lekker zitten willen we allemaal, maar zitten we dan ook goed en gezond? Kijk, het systeem van die Dynamic stoel is ontwikkeld aan de hand van eigenlijk een soort meccano-doos. Je ziet, als de stoel inzakt, komt de rugsteun automatisch naar je toe. Als je op jongere leeftijd jezelf eigen maakt dat je overal in hangt, in elke stoel of wat dan ook, dan loop je een echte verhoogde kans dat dat later gewoon klachten gaat geven. Het is heel vaak zo dat mensen die geen klachten voelen, een beetje schouderophalend naar een stoel kijken als ze die moeten aanschaffen. Hij moet er mooi uitzien, hij mag niet te veel kosten, enzovoort, enzovoort. Pas op het moment dat er echt klachten komen, ja, dan wordt er gekeken van oké, wat voor stoel moet ik hebben, hoe bewerkt die, wat kan ik eraan doen, want dan wordt het pas belangrijk. Het probleem is dus vaak, zit hem inderdaad hier in de onderste gedeelte van de rug. Dit gedeelte moet hol zijn en moet hol blijven als je zittend werk verricht. En niet vervallen in een bolle stand. Met andere woorden, hier moet die steun komen. Je kunt het ook vergelijken van dit is jouw rug, hol, en daarin past een precies een bolle steun. Je ziet hier het model, twee wervels met een tussenwervelschijf. En je ziet wanneer die druk verhoogd wordt op die tussenwervelschijf, wat ik nu doe, kan uiteindelijk komen tot een soort hernia, waarbij de druk op de zenuw gaat komen en alle ellende van die. Dat willen we nou juist voorkomen. Dit is de holle stand, die wil je eigenlijk innemen. En je wil dus voorkomen dat je met onderuit zitten in een bolle stand komt. Want dat geeft dus verhoogde druk in die tussenwervelschijf. Rechtop zitten dus, met een steuntje in je rug. Wil je als praktijk een beetje serieus overkomen, dan neem je een visitatiebureau in de arm. Alle randvoorwaarden die er rond een praktijk zijn, zoals de veiligheid, verzekeringen. Bij visitatie volgt er een onafhankelijke controle. Wij visiteren dus op de locatie van de therapeut in de praktijk. De beste manier om te laten zien wat een visitatie inhoudt, is dat we een praktijk gaan bezoeken. Nou, waar gaan we heen? We hebben natuurlijk meer dan 300 beroepsverenigingen in Nederland, waar allemaal therapeuten bij aangesloten zijn. Dat kunnen masseurs zijn, dat kunnen voetreflextherapeuten zijn. Goedemorgen. Wij hebben met u een afspraak. Heel goed. Als we kijken naar de veiligheid en een brandblusser bijvoorbeeld, heb je die? Kan je die laten zien? Ik heb hier een brandblusser hangen. Ja. En weet je ook hoe de brandblusser werkt? Dat heb ik hem gekocht. Toen heb ik wel de gebruiksaanwijzing zitten lezen. Die zit. Ja, ik denk dat het goed is als er iemand is met andere ogen naar je praktijk kijkt en hoe je werkt. Hoofddiploma, nog een diploma, nog de licenties hangen, netjes aan de muur.
De dames zijn wel heel erg grondig. Ja. Als een vrouw het volledige visitatietraject heeft doorlopen, dan mag ze, en dan zijn we echt een half jaar verder met het traject, dan mag zij dus het keurmerk dragen van dat ze gevisiteerd is. Nou, ik heb dit rapport doorgelezen en wat mij betreft kan het zo verzonden. Ieder jaar wordt er herhaald, wordt er weer opnieuw bekeken van voldoet die therapeut en die praktijk nog steeds aan de voorwaarden die we toen gezien hebben tijdens visitatie. Opzij, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. Wat een geinig en leuk wagentje. Je rijdt in de buitenlucht. Heerlijk. En je kan er in één keer 10 kinderen mee ophalen. En de kinderen vinden het geweldig. Ja, het is een soort scootertje. Je kunt je kinderen dragen. Wij hebben ongelofelijke haast. Of met de auto ophalen, het fietsje meenemen, of gewoon met de bakfiets. Maar dit is al heel gezellig. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Voordeel is dat je 10 kinderen mee kan nemen, dus 1 op 10. En je werkt alleen met eigen personeel, eigen pedagogische medewerkers, geen taxichauffeurs die je inhuurt van derde partijen, gewoon direct. Het scheelt erg in de kosten. De stint is gewoon een stuk goedkoper dan een taxibus of een eigen voertuig. Je hebt geen wegenbelasting. Verzekering zit er wel op, maar dat hoort ook bij een bijzondere bromfiets wat het is. Je rijdt op het fietspad. Je rijdt niet meer op de weg. Je rijdt niet met een auto. Je neemt gewoon een andere positie in op de weg. En dat scheelt al enorm. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer door. Nou, heerlijk hoor, zo door Amsterdam. Hoe ging dat eigenlijk vroeger? Lopend, of met busjes, of op de fiets. Maar dat is toch wel een beetje gedoe. En nu heb je in één keer, in je eentje, heb je 10 kinderen mee. 1 leiding, 10 kinderen en dan 20 kinderen ophalen, 2 leiding, 2 karretjes en klaar. We hebben er 10 inmiddels. En dat gaat heel goed. Dit was het weer voor deze week. Volgende week maken we kennis met een stel dat er alles voor over heeft om kinderen te krijgen. Het is moeilijk uit te leggen, ja, we houden gewoon van kinderen. En, het maakt het een beetje, maar dat is heel cliché, het maakt je toch een stukje completer. Ja. We reizen met ze mee naar Spanje om uit te vinden wat er allemaal mogelijk is. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.